gaat bijna onmerkbaar over in het geschilderde vergezicht. En het door het glazen dak binnenvallende daglicht is voor u afgeschermd. Toch geeft het, door de wisselende weersomstandigheden van buiten, een levendig beeld op het doek. Zo ondergaat u de illusie van net echt. Dat is de magie van het panorama. Hendrik Willem Mesdag schilderde dit panorama in 1881, in nog geen 4 maanden tijd. Met medewerking van onder andere zijn vrouw Sientje Mesdag van Houten en enkele andere schilders van de Haagse school, Plommers, De Bok en Breyk. Zij schilderden het in deze rotonde, die speciaal daarvoor werd gebouwd. Het doek bevindt zich op maar 14 meter afstand van u. Het schilderij is ruim 14 meter hoog en bijna 120 meter in omtrek. Scheveningen zag er toen heel anders uit dan tegenwoordig. In de zuidwestelijke richting ziet u het vissersdorp met de vuurtoren en de oude kerk. Op het strand liggen de vissersschepen, bommen geheten, die daardoor paarden opgetrokken zijn. Na een verwoestende storm in 1894 werd pas begin 1900 in Scheveningen een zeehaven gegraven.